Het adres genoteerd. Ik kom naar u toe. In de volksmond wordt hij de wespenkiller van Loosdrecht genoemd. Ongediertebestrijder Alexander Kroon wordt plat gebeld. Goedemiddag, Alexander van Vermex Ongediertebestrijding. Ja, we hebben het momenteel heel erg druk. En met name met wespennesten. Meerdere ongediertebestrijders hebben het juist nu druk. Want juist deze maand verlaten de wespen hun nestjes. Er worden wat minder larven geproduceerd, dus de wespen krijgen wat minder voeding. En ja, dan gaan ze eigenlijk zelf op zoek naar voedsel. Ja, en dat doen ze dan toch waar wij zitten, met limonade, barbecue. Dat kunnen we voor u oplossen. We gaan naar een horecabedrijf en die heeft een wespennest op het dak zitten. En die gaan we nu verwijderen. Dus het laddertje gaat mee? De ladder ligt al op het dak en... De melding kwam van de glazenwasser. Die was de dakgoot aan het leeghalen en toen een wespennest. En hij is panisch voor wespen. Dus hij kwam gillend van het dak af en hij zei: we moeten de wespenkiller bellen. Want er zit daar een groot wespennest. De wespenkiller? We noemen hem de wespenkiller in Loosdrecht. Goedemiddag. Hoe is het, jongen? Alexander. Ik zie hem zitten onder die loodflap. Ja. Nu bestrijdt u niet alleen wespen, hè? Wat bestrijdt u nog meer? Overal waar mensen last van hebben. Als het maar inheems is. Dus u kan ook voor mijn schoonmoeder langskomen? Dat zijn andere tarieven. En met het juiste beschermende pak en de poeder op basis van chrysanthen worden de wespen aangepakt. Kun je eens omschrijven wat je nu aan het doen bent? Het gaatje vinden. Ik zie er steeds meer. Ja, daar kan een nest zitten rommelen. En na 10 minuten is de klus door Alexander geklaard. Bedankt voor de opdracht. Ja, prima jongen, tot de volgende keer. Mocht het niet weg zijn, laat het even weten. Doe ik. Ja, bedankt. Jo.